wat is er vandaag bereikt? We hebben een heel breed gedragen voorstel van decreet. Dat zorgt voor een algemeen verbod op het onverdoofd slachten. Vandaag was het nog altijd zo dat in de slachthuizen je per definitie in de regel verdoofd moet slachten. Maar er was een uitzondering, namelijk op religieuze gronden. Wel, die uitzondering die schrappen we. En het verbod op onverdoofd slachten zal gelden voor iedereen. Dat wil dus zeggen, heel concreet, dat 200.000 dieren die vandaag in Vlaanderen per jaar onverdoofd worden geslacht, dat daar een einde aan komt. Het was spannend natuurlijk. Het is een dossier van lange adem. We hebben toch een aantal jaren inderdaad gepusht en getrokken aan het dossier om alle neus in dezelfde richting te krijgen. We hebben dan vorige maand of een tweetal maanden geleden de aankondiging gedaan dat er een akkoord was. Maar zolang het niet op papier staat en dat de teksten niet zijn zoals ze zouden moeten zijn, blijft het natuurlijk spannend en blijft je inderdaad spreken met de verschillende partners. Dus ik ben wel zeer blij dat we op het moment gekomen zijn waar we vandaag staan. Ik heb het op de persconferentie ook gezegd. Ik denk dat het niet te onderschatten is de rol die Gaia gespeeld heeft en die ook de bevolking gespeeld heeft van eigenlijk ons wakker te houden, want wij hadden van in het begin gezegd we willen naar een totaalverbod op onverdoofd slachten gaan en ook om anderen wakker te schudden om inderdaad mee die stap te zetten. Ik denk dat dat niet te onderschatten valt, de druk die daardoor gekomen is op de verschillende betrokkenen. Het is een schitterende dag, hier hebben we 22 jaar op gewacht. 22 jaar hebben we hiervoor geijverd en eindelijk dus zal vandaag het decreet gestemd worden. En over de partijgrenzen heen. Dat gebeurt vrij uitzonderlijk, dat gebeurt dus niet alle dagen. Dus ik vind dat schitterend. Dit verdient niet zomaar een pluim, maar een heel verenkleed. Dus we zijn vandaag heel blij.